Ik heb 12 jaar bij het korps gezeten, van 1990 tot en met 2001. 3 uitzendingen gehad, Irak, Cambodja en Bosnië. Best wel heftige uitzendingen. We hadden veel incidenten in Cambodja. We zijn onder vuur genomen, we hebben shellings gehad. Noem het maar op, weet je, het was best wel scary shit af en toe. Je merkte dat in een peloton mocht je eigenlijk niet kwetsbaar zijn, want dan doe je een soort van af voor elkaar. En ja, omdat we alles wegstopten, dacht ik, het is oké, weet je wel, het komt niet binnen. Maar goed, uiteindelijk weten we allemaal dat heftige situaties, je hebt een build-up, je hebt een emotionele rugzak. Die had ik ook, maar ik was me daar niet bewust van die rugzak. Maar die rugzak ging steeds voller in Cambodja met al die shit die we daar zagen. Ik heb zelf 4 jaar bij het Korps Mariniers gezeten. Van 89 tot 93. In 91 heb ik onder andere in Irak gezeten. En ik denk dat er hele sterke culturen leven binnen Defensie. Er zitten heel veel goede kanten aan. Er zitten ook gewoon ongelukkigere kanten aan. En rigide denken, dat is handig in chaos, omdat je dan heel structureel kan denken. Maar de wereld is niet zo structureel. En als je dan in een burgermaatschappij komt waar mensen het moeten hebben over het uiten van behoeftes en het aangeven van grenzen, terwijl je alleen maar geleerd bent om grensverleggend bezig te zijn, ja, dan you're out of your depth. Hè. Dan is dat een hele alien wereld waar je in begeeft. En ik denk dat mensen daar op stuk lopen. Ik had mij geïdentificeerd met een rol, met het Korps Mariniers. Ik was het Korps Mariniers en dat was mijn rol. En ik was niet in staat om terug te schakelen. Niet naar mezelf toe, niet naar het burgerleven. Ik was gewoon officier de mariniers en dat was mijn rol. En zo ging ik ook met die jongens eigenlijk om. Dus er was ook geen ruimte voor kwetsbaarheid, omdat we dat gewoon met elkaar niet hadden geleerd. Ja, de afgelopen 20 jaar zijn er heel veel conflicten geweest, zijn heel veel mensen uitgezonden geweest. Ik denk dat Defensie heeft een soort, is een gevechtsorganisatie. Maar toch is het een hele veilige organisatie om psychologisch in te verkeren. Als ik gewoon naar mezelf kijk, de Korps Mariniers, weet je, we zitten 2 dagen in een psychologische keuring voordat we gewoon al aan de opleiding mogen beginnen. En dan vallen daar natuurlijk ook nog heel veel mensen af. Maar dan heb je wel heel veel mensen die psychologisch door hetzelfde hoepeltje springen of uit hetzelfde hout gesneden zijn, min of meer. En dat is handig. Als je geen sociale conflicten wil hebben, als je met z'n 10 in de sneeuwhol zit of zo, weet je. Of weer in de jungle zit, verzin het maar wat er allemaal moet gebeuren. Maar als je dan die tijd achter je laat en je denkt, ik begin een nieuw hoofdstuk. Ja, dan kom je toch iets meer psychologische en culturele diversiteit tegen in de burgermaatschappij. Waardoor toch veel mensen zich heel onveilig voelen. Hun weg eigenlijk vrij lastig kunnen vinden. En als er dan incidenten zijn waardoor de baan, de partner, het huis een invloed hebben, ja, dan gaat het vaak snel helling af. In 2012 ben ik gescheiden en tot op de dag van vandaag zit ik met de naam heb ik te maken, zowel financieel als met mijn dochter, die ik inmiddels ook alweer een paar jaar niet meer zie. En dat is eigenlijk mijn grote gevecht geweest de laatste jaren. En eigenlijk veel heftiger nog dan de dingen die ik heb meegemaakt bij het korps. Ik heb helemaal niks meer. Ik ben 50 en ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt door dat hele gedoe, inclusief mijn dochter. Dus dan zit je op een gegeven moment niet meer heel erg lekker in je vel. Dan is er continu strain en stress. Zoveel dat zelfs mijn regelmatige hardlopen en mijn sporten tijdelijk helpt, maar niet doorlopend. En daar wilde ik eigenlijk iets aan doen. Dat ik me gewoon over het algemeen kalmer en rustiger zou kunnen voelen. In plaats van het gejaagde de hele tijd.
al die stress en die woede en dat verdriet, dat moet eruit op een of andere manier. Daar wil ik iets mee. Uiteindelijk ben ik daarom uiteindelijk hier terecht gekomen. Ik run Psychedelic Insights en wij doen de psychologische begeleiding van psychedelische ervaringen voor persoonlijke transformatie. En ik heb zelf 4 jaar bij het Corps Mariniers gezeten en we hebben ook gewoon een harte wens geformuleerd om dit soort begeleiding te faciliteren voor veteranen op een veilige manier. In een fantastische bosrijke omgeving, midden in de natuur, met heel veel ervaren begeleiders. Velen ook zelf veteraan? Ik was arts bij de marine, bij het Korps Mariniers. En ik heb zelf ervaren dat het ontzettend helend kan werken, zo'n ceremonie. Ja, ik heb gewoon ervaren als deelnemer, maar ook als gids, dat je met de mensen met wie we dit werk doen een ontzettend veilige setting kan creëren. Die uitnodigt tot kwetsbaarheid en uitnodigt tot echt diep voelen naar wat leeft er in mij, wie ben ik. En dat heeft mij echt wel wakker geschud. I've been researching psychedelic for past 6 years with altered states of consciousness. Most of our experiments take place in laboratory or in clinical setting, but we are also venturing out more and more to examine the effect of psychedelics in retreat settings and during ceremonies. When I was approached as external researcher to get involved with this specific trial, a pilot study, let's say, with war veterans, I was excited on one hand and concerned as well. Ever since the 1990s, clinical trials with human subjects have reopened. Quite a lot of research has been done on the effect of psychedelics in depression, anxiety and addictions, showing some efficacy, so we have data for it. However, to this date, there has not been a study targeting specifically military personnel or veterans with psilocybin. Wat ik heel bijzonder vind is dat we hier met mensen zitten die eigenlijk van een bepaald soort pijn ook wel komen. We zitten met veteranen bij elkaar hier en we praten veel met elkaar en we hebben allemaal ons eigen verhaal. We hebben allemaal onze eigen emotionele rugzak waar ik het over heb gehad. Maar ik heb eigenlijk nooit overwogen om dit te doen. Maar ik kreeg wel mee dat het iets potentieels kan doen om jouw eigen gevoel wat losser te maken. En dat er de stressopbouw die je in je systeem hebt, dat wat losser kan komen te zitten. En dat je daardoor ook beter in staat bent om met name jezelf te snappen en hoe die stress is in je lichaam. On the one hand, veterans seems as a suitable group for psychedelic treatment, because we know that there's an increased problems with mental health disorders after deployment, such as depression, post-traumatic stress disorder, addictions. And they also report to have problems to reintegrate back to the society. They feel shielded in some way. On the other hand, there's of course the worry that this vulnerable group might experience trauma more likely during psychedelic experience as compared to the other non-clinical population. So this was one of our concerns as well. Perhaps veterans are going to be more likely to have a challenging psychedelic experience. Met die psychedelica, daar had ik in principe had ik daar wel wat vooroordelen tegen. Ik zag er een beetje tegenop. Ik vond het ook een beetje eng. Dus het was niet iets waar ik nou direct van zei van dat lijkt me interessant en dat gaan we doen. Dus dat heeft even geduurd voordat ik daar echt interesse in kreeg.
Nou, ik heb eigenlijk ook met psychedelica, dat kende ik eigenlijk niet. Ik wist niet zo goed wat het was. Wel van de tv, van Netflix. En ik ken wel iemand die dat af en toe heeft gedaan. Daar hoorde ik hele bijzondere verhalen van. Ja, maar ik vond het heel spannend. Dat ik het heel vanuit control ook ben. Dus ik wil wel controle hebben over alles, over mezelf. En ik had ook wel oordelen over psychedelica, maar oordelen gevoed omdat ik er eigenlijk helemaal niets van af weet. Ja, je hoort daar toch, wat je hoort qua in de media, dat is niet altijd per se positief. En je hoort wel eens van mensen van, oh ja, die blijven in de trip en die worden nooit meer, worden ze normaal en die gaan zo het gekkenhuis in. Nou ja, als je daar wat meer in verdiept, dan is de situatie net even wat anders. En vooral dus wat wij nu hebben gedaan met psilocybine. Ja, dus een paddenstoel die ook legaal is hier. Nou ja, dat legale aspect, dat gaf al direct een doorslag. Hier in Nederland hebben wij het grote goed dat de truffel heet. Voorheen de paddo, die nu illegaal is. Maar de werking ervan en de inzichten die mensen kunnen krijgen door het gebruik daarvan, dat begeleid wordt, waarin mensen zich veilig voelen om dieper te gaan in een soort meditatie, waarin je hele diepe kolommen gedachten kan hebben en een soort van je onbewustzijn ontsloten wordt, daar waar de pijn zit, daar waar je niet echt licht op hebt, daar waar je eigenlijk een soort angst voor kan creëren. Die soms een effect heeft op onze persoonlijkheid. Dat eigenlijk onnodig is en dat kan je leven lang met je meedragen. En wat ik bij truffels zie, is dat mensen heel diep kunnen gaan en kunnen zien waar ze zelf vastzitten. Itself consisted of two psychedelic doses that were administered to the 9 participants. We have measured their well-being and mental health at baseline, so before the onset of the study and the retreat. And then we measured the quality of their experience after the first dose and after the second dose. And after that, we followed up with 2 weeks, 4 weeks, and 8-week measurements to see if their well-being and mental health have improved or bounced back potentially back to normal. We zaten op een gegeven moment met elkaar in een kring en de thee was gezet en dan ga ik een kop thee drinken. Ik vond het super spannend. Het was voor mij echt de eerste keer. Ik dacht, wat ga ik doen, weet je wel? Dus ik vond het wel heel spannend, eerlijk is eerlijk. En dus je drinkt de thee op en vervolgens, ja, dan gaat het je systeem in. En ik had heel erg zoiets van, oké, laat maar komen. Ik wil wel die onzekerheid in mezelf ontdekken. Waarom ik vaak angst had om dingen te doen. En hoe zit dat dan precies bij mezelf? En kan dit mij een soort van guidance geven van hoe dat allemaal werkt? Dus met die intentie ging ik er ook in. Ja, en dan vervolgens kom je op een bed te liggen met een blindfold op. Ja, en dan kicks het in. En dan, ja, bij mij werd het een soort van best wel bizar, omdat ik wel de intentie had om, zeg maar, de donkerte in mezelf te vinden. Dus die kwam ook wel een soort van naar boven. En ik had wel zoiets van, oké, kom maar, weet je wel, ik ben er klaar voor. Dus, maar dat bleek erg mee te vallen. En vervolgens, ja, werd ik overschenen met een fantastisch mooi warm licht. En het was een soort van, ja, een soort van thuiskomen. Eigenlijk wat ik altijd al had gevoeld als kind, voelde ik nu weer. Want als kind was ik heel gevoelig en sensitief. En dat is along the way is het echt, ja, een soort van naar binnen geslagen en daar heb ik er niks mee gedaan. Maar door deze ervaring merkte ik van, hé, wacht eens even. Het is oké, weet je, er is zoveel meer. Er zit zoveel power in onszelf.
En dat vind ik een heel mooi, krachtig besef. De ervaring zelf. Ja, die is. Het is heel heftig. Ik ben 50 jaar. En ik. Stoere vent en 12 jaar Korps Mariniers en daarna nog 16 jaar bij de VN, ook als gewapend security officer over de hele wereld geweest. En ik dacht echt wel dat ik dapper was, maar dit was een van de heftigste dingen die ik heb moeten doorbreken om tot dit punt te komen. Het allerbelangrijkste is, wil je hier wat mee en wil je echt inzichten hebben in de problemen en wat er aan de hand is. En proberen om er weer in een wat betere balans te komen met jezelf en je omgeving, dan vereist dat courage, lef, om je helemaal bloot te geven. En voor mij persoonlijk was dat het allermoeilijkste. Helemaal open, geen muurtje meer om je heen, laat zien wat er is, waar die pijn zit. Daar heeft Luc heeft me daar in kunnen ondersteunen in het begin van de trip. Want ik zat op een gegeven moment een beetje vast. En ik zei op een gegeven moment van ik vind het heel erg moeilijk. En Luc heeft me geholpen om me te overtuigen van oké, het is oké. Laat je eraan overgaan. Ga erin mee. En nou, gedurende die trip kon ik me dat vertellen van oké. Het is heftig, het voelt zwaar, maar je bent hier niet voor niks. Laat het gaan, laat hem eruit komen. Nou ja, dat eruit komen is toen aangevangen, om zo maar te zeggen. En ik heb echt, ik weet niet hoe lang, want de tijd is moeilijk in te schatten op een gegeven moment. Maar ik heb het idee dat ik bleef huilen. Ik heb gehuild als een kind, zo heftig. Eigenlijk niet als een kind, nog veel heftiger. Ik heb gehuild als een volwassene, laat ik het zo zeggen, als een man. Het was zo verschrikkelijk heftig en al de pijn en het verdriet en de emotie die ik voelde bij mijn dochter. Het perspectief vanuit hun, hoe zij dingen zien. Maar ook bij mijn ex, die ik eigenlijk, ja, die zie ik al heel lang niet meer en daar heb ik wel een negatieve vibe bij. Maar ook daarvan kon ik zien waar haar pijn zat en ik begreep waar haar... Ja, waarom zij heeft gedaan wat zij heeft gedaan ten opzichte van mij. Ja, het werkt heel verhelderend en niet verdovend. Je gaat meer voelen in plaats van minder voelen. En dat meer voelen brengt je heel veel inzichten die je eigenlijk verder helpen. Mensen komen meer in connectie. En hebben meer vrede met pijnlijke situaties. Meer besef over waar ze controle over hebben en wat niet. Het is een enorm, enorm emotioneel en diepgaand beeld van de emoties en het verdriet wat daar speelt. Ja, dat wordt je verteld. En dan krijg je, dat klinkt heel gek voor buitenstaanders, maar daar krijg je op een gegeven moment krijg je daar helderheid in. Zo zit de situatie, zo zit het in elkaar. En ik moet er ook bij zeggen dat ik, wat je ook inziet, is dat ik bepaalde dingen verkeerd heb gedaan. Dat ik bepaalde dingen, ja, dat ik verkeerd heb gezeten en dat ik gewoon dingen niet goed heb gedaan. Dat het ook belangrijk is dat ik dat ga communiceren. Dat ga ik nog niet morgen, maar dat gaat ook gebeuren. Ik ga ook daar laten zien van oké, dit is er aan de hand en ik wil het met jullie delen. Ja, overgave ook. En geef toe dat die fouten zijn gemaakt. Want ja, daar zit ook die muur. Weet je, je bent van oké, ik wil het op mijn manier doen en ik zo blijft gaan en met jou wil ik niets meer te maken hebben. Maar je moet het natuurlijk uiteindelijk moet je het samen doen. Het is, uh,
je moet er samen uitkomen. En dat inzicht, dat heb ik hierin meegekregen. So, in terms of the experiences that participants had and after examining the qualitative data, we can speculate there are kind of like the three common themes that the soldiers reported and we've seen in other literature. So, a sense of connectiveness with themselves, the society, the other participants has been reported commonly. Secondly, participants reported to be able to sit through their emotions and not avoid them. This is called experiential avoidance, which is a root cause of many psychological issues. And basically trying to sit through emotions and approach them is part of many therapeutic trainings. Another thing that we saw in the data and even at 2 months follow-up, which was really positive, is that participants reported to have better control over their thoughts and behavior, so even long term. So it is not like that old habits would not come up in their mind, but they felt there's more space between the action and the thought, and they could have acted differently. So ability to change their habits have been persistently reported even at 2 months follow-up. Ja, hoe het kan, weet ik natuurlijk niet. Ik ben geen specialist op de werking van psychedelica. Maar ja, het is er wel. Waarschijnlijk, ik denk ook van die kennis en het zit er natuurlijk ergens al in. Je weet dingen. Het is die paddenstoel die dingen verheldert. Die laat zien van, luister, je wist het al, maar kijk, hier. Het wordt je een soort van aangewezen ook in die trip, van daar zit die pijn. Zo werkt het, zo zit het in elkaar, zo is de relatie. Omdat die duidelijkheid en die helderheid, die is wat mij betreft, die was zo overweldigend. Mindblowing. Echt fucking mindblowing. People in this trial found the psychedelic experience deeply meaningful. Two of them reported that the experience was the most meaningful experience of their life to date. Five of them reported it was among the top five most significant experiences in their life. What was interesting about it is that while these experiences can be very mystical and whimsical and sort of introspective, they still trusted fully, all nine of them trusted fully the content of the experience even at 2 months follow-up. And they have reported to recount and think about the experience a couple times a week, even at 3 months follow-up. So that just shows how profound these experiences can really be and how much trust people put in them. Hey, mijn trip bestond echt uit twee aspecten. De eerste was de heftigste. Het tweede gedeelte, laat ik het zo zeggen, dat was misschien wat vrolijker en wat lichter. Maar niet minder intens, laat ik het zo zeggen. Dat was mijn uitvraag of mijn intentie van deze trip was ook naast het inzicht te krijgen in de pijn en het verdriet van mijn dochter en wat daar omheen hangt. Ook de plaats in het universum. Waar sta ik? Wat doe ik hier eigenlijk? En hoe werken dingen en wat doen we hier? En laat maar zien. En zo ging ik er ook echt in. En, ja, die heb ik ook echt heel intens heb ik die meegekregen. Een doorlopende, ja, ook deze kan je niet goed uitleggen in woorden, omdat je dingen ziet die je nog nooit eerder hebt ervaren, maar een combinatie van kleuren, figuren, indrukken, muziek. Alles vermengt door elkaar. Die abstracties, die geven jou inzicht in. Die leggen jou uit wat het universum inhoudt. Ja, dat is omdat het nieuw is het bijna niet uit te leggen. Maar het was voor mij een fantastische ervaring om dat mee te maken. Most of the participants, I think it was 50%, have reported to have
full-blown mystical experience, if you might. So associated with some spiritual transcendence. For others, the experience was very introspective. So they would be evaluating their life and their relationships with others that they found inherently healing as well, as they could look at their role in life from different perspectives. De vraag was, waar sta ik universum, in het universum? Nou, ik kan het niet uitleggen, maar ik weet het wel. Ik heb het meegemaakt. Ik ben daarin immersed, zeggen ze wel. Op een gegeven moment krijg je een soort van warme deken over je heen. Van, oké, dit is het. Weet je, je wordt meegenomen in het al zijn. En als ik zo zit te praten, dan denk ik van, fuck, ik lijk wel een hippie. Maar ik weet nu waar het vandaan komt. Want het is ongelooflijk om het te ervaren wat er om ons heen is. En die eenheid, die zie je op een gegeven moment. En dat was echt een bijna religieuze ervaring was dat. So it was definitely of our concern that traumatic experiences and more challenging experiences might occur in such a vulnerable group of veterans. So we were quite surprised and pleasantly surprised when we found out that from the 18 experiences reported, only two of them have been reported to be as challenging according to standardized measure of challenging experiences. And both of these experiences were at the same time acknowledged by the participants actually as being helpful, and they would not change them. They actually thought that they'd help them to come to the core of their issues and been helpful in their treatment afterwards. Ik denk dat we alle onderzoeken moeten omarmen. Ik denk dat het echt een heel groot goed is dat in Nederland de truffel legaal is. En ik denk dat we dat met respect moeten koesteren. Want de rest van de wereld is nog op zoek naar een manier om dat weer beschikbaar te stellen. Dus ja, ik denk dat we gewoon inderdaad gewoon open kaart moeten spelen over wat dit doet. Hè. Het is niet voor zieke mensen. Het is voor mensen die aan zelfontwikkeling doen. Die willen zicht hebben op waar... Op hun eigen inhibities. Hè. Dat heeft vaak met security te maken, met veiligheid. Hè. Dus welke spoken zitten er in de bezemkast? Nou, ik denk dat er heel veel winst te behalen is door meer met een open blik te kijken en minder defensief te werk te gaan in de gezondheidszorg in zijn algemeenheid. En niet te oordelen over dingen die je niet kent, want dat is denk ik wat er heel veel gebeurt. De westerse geneeskunde is supergoed voor acute zorg, nou, voor heel veel dingen. Maar juist de alternatieve en complementaire zorg, die voegt ook heel veel toe. Dus eigenlijk is het gewoon, ja, je moet het gewoon samen, je hebt het allebei nodig, zeg maar. Ik werk als kenniswerker binnen het Special Operations Warfare Center. En daar werken we aan een programma Human Performance. En wat wij daarin doen is kijken hoe de Special Operations Operator gereed gemaakt wordt voor de toekomst. En wij kijken naar het jaar 2035. En wij kijken daar op een holistische visie naar. Dus, we kijken niet alleen naar het fysiek en mentaal presteren. En zeker wel naar ook emotionele intelligentie, een stukje leiderschap. En we doen dat om te proberen dat onze operator van de toekomst, zeg maar, in zijn kracht wordt gezet. En dat we mensen ook langer kunnen behouden in de organisatie. Door deze ervaring ook ben ik er ook nu achter eigenlijk dat ik mag en kan vertrouwen op mezelf en van daaruit ook met anderen connectie kan maken. En dat wens ik iedereen toe, niet alleen binnen Defensie, maar ook daarbuiten. En als je mij vraagt, hoe ziet jouw mooie plaatje er over 2 jaar uit? Dat is bewustwording van jouw eigen mentale rugzak en dat je weet wat erin zit en dat je emotioneel management kan toepassen. Dat wens ik echt de organisatie toe, want daarmee kan je superveel power genereren zonder dat we straks allemaal PTSS-gevallen hebben.
Want nu komen ze met bosjes. Je ziet het aan Afghanistan. Het popt op. Het popt op. Omdat nu alles in beeld is, negatief. Iedereen gaat terugdenken aan zijn eigen periode. En die emotionele rugzak, die gaat een soort van open en het zit in het systeem. Terwijl als je het helemaal omdraait, dat je dat juist wel erin kan brengen. Als jij een heftige situatie met je peloton hebt meegemaakt of met een sectie. En daarin terugreflecteert vrijwel direct daarna. En de emoties mag laten gaan. Dan gaat het uit je systeem. Hetzelfde wat de dieren doen. Die schudden het van zich af. Dat hebben wij nooit geleerd. Maar het is geen rocket science. Maar het is openstellen daarvoor. Zodat het weg kan. En dan kan je door. En ik ben ervan overtuigd dat daarmee PTSS ook vele malen minder kan worden door die bewustwording. Ik begeleid naast mijn werk als coach mensen met PTSS. En heb ik mensen ervaren die heel erg onder de zware medicijnen verdoofd rondliepen, zeg maar. En dus totaal niet meer verbonden zijn met hun eigen kern. En ik weet dat er, zeg maar, andere middelen zijn die veel meer een natuurproduct zijn die mensen bij hun kern kunnen brengen. En ik ben van overtuigd dat je, als je naar dit soort middelen grijpt, dat je mensen daar heel snel bij dat stukje trauma kunt brengen. En bewust kunt maken, maar ook wat de weg is daaruit, zeg maar. En ik ben van mening dat je de middelen die voorhanden zijn om mensen daarin te brengen, dat je die mag omarmen. We were really excited to see that after the retreat, a 2 weeks follow-up, these PTSD symptoms dropped by 1/3, and at 1 month follow-up by 1/4, so they only went up a little bit, and that was sustained over the period of 2 months. Secondly, we have seen a very high elevated level of generalized anxiety in our sample. And it was actually quite remarkable that after the two doses, we have seen a dramatic drop in generalized anxiety of 80%. So there was almost no anxiety 2 weeks reported by these veterans after the retreat. However, the anxiety levels have increased over time then. Again, in 1 month and 2 months follow-up, which shows that psychedelics are not a magic pill. There can be a climb up in these symptoms. However, we have seen really good results for the scores of depression. There was a lot of depressed participants in this trial. We have seen a drop of 25% in depression scores, according to clinical questionnaires, and that drop sustained over the period of 2 months of follow-up. Quite remarkable finding was about the social connections we measured. So what we found that participants reported to be much more connected to society, to themselves and to their loved ones after the experience. And on average, the score improved by 50%. So that is a really big jump, and that continued for the 2 months follow-up. And in general, they reported 18% improve in general well-being, resilience and so on. So these findings were very promising. We have to keep in mind that it was a really small pilot study with 9 participants, but the fact that we did not see any adverse effects in such a vulnerable group is promising for future research. Ik zie in mijn omgeving dat er steeds meer onderzoek wordt verricht. En ik ondersteun dat heel erg, want we moeten echt wel met feiten komen om zeg maar de manier van deze therapie, zeg maar, om die gewoon te staven met resultaten. Want er is ook gewoon een bepaalde weerstand in de maatschappij op dit soort alternatieve medicaties. En die kunnen we wegnemen met gedegen onderzoek. En daarom omarm ik dit programma. Ik denk dat er steeds meer interesse is vanuit verschillende culturen of organisaties naar de effecten van psychedelica. Veel argusogen, maar oprechte interesse, omdat er heel weinig
zaken zijn die echt transformerend zijn op een manier die zo spraakmakend zijn als dat nu met psychedelica gebeurt. Als je de onderzoeken bekijkt, zie je wat er in Amerika en Canada gebeurt. Ja, dat zijn vaak hartenroerende testimonials die mensen vaak hebben na één keer een sessie. The results were very promising and I think that they should open more doors for more research, especially with veterans, but not only in clinical setting, but also beyond. What we see is that now psychedelics are becoming very medicalized, and I think that's why doing research at retreats, and which is facilitating good aftercare and so on, is very valuable, because the future of psychedelics might benefit from both models, clinical model for patients as well as subclinical population, as burnout, depression, anxiety are things that burden the economic system. Er is nog heel veel werk te doen en we moeten daar ergens in mee gaan beginnen. En ik denk dat wij als SOF operators daar wel een beetje de kartrekker in kunnen zijn. Ik geloof erin dat er heel veel mensen baat bij gaan hebben en heel veel mensen geholpen kunnen worden die nu inderdaad in eindeloze cirkels zitten met medicatie en waar eigenlijk geen uitweg meer is. En dat is ook wat mijn beweegreden is. Ik gun hen dit. Je krijgt heel veel weerstand, maar de resultaten zijn heel verzoenend. Je krijgt hele koude douches over je heen, omdat je ergens voor staat wat heel veel angst inboezemt. Maar als je de verhalen hoort van mensen, je kijkt in hun ogen, je houdt hun in de armen en dan weet je dat er weer een hele blije, liever een geduldige, warmere papa of mama naar huis gaat dadelijk. En daar doe ik het voor. Ja.